Hallo. Hey, ni hao. De keuringsdienst van Paros neemt Frank van der Heijden van VDH Vastgoed onder de loep. Jorn belt met oud-winnaar Ton Kronwijk en met Frank, maar gaat ook op pad. Frank van der Heijden, Frank ken je voor me ook goed. Wat vind je van Frank? Ja, ik denk terecht een genomineerde. Frank heeft laten zien, denk ik, dat hij de afgelopen 10 jaar dingen heeft ontwikkeld in de Randstad. Waar menigheid dat niet voor elkaar had gekregen. Waar het niet dat hij gewoon heel goed dingen kan verbinden. En juist dat verbinden naast het maatschappelijk, ik denk dat dat de sterke kanten zijn van Frank van Heijden. Okay. En terecht een genomineerde, ja. Jorn. Oh god, we hebben die Jorn weer. Moet hij nou weer van me? Met Frank. Goedemorgen Frank, je spreekt met Jorn Jammaat van de keuringsdienst van Paros. Hey, goedemorgen. Schikt het je? Heb je even tijd? Nou, je belt wel erg vroeg, Jorn. Ik ben niet zo van de vroege ochtend, hè? Maar schiet eens wat op. Ja, Frank, we zijn op onderzoek uit en ik wil je een paar korte vragen stellen. Ja, is goed. Je bent actief met meerdere projecten. Enerzijds binnen Woerden, anderzijds buiten Woerden. Gouden Parelverkiezing, nominatie, ja, die gaat natuurlijk over het Woerdense. Waar ben jij het meest trots op? Het eerste was Health & More Concept. Dus voor de kleine ondernemer in de gezondheidszorg. Waarbij we proberen om branchegenoten elkaar te laten ontmoeten en elkaar te versterken. En dat is wel een heel succesvol project. Dat gaan we nu ook in Rotterdam uitrollen. En we krijgen ook aanvragen uit andere plaatsen. En het tweede project is toch wel echt het Integniumgebouw. Waarin we bedrijven, installatiebedrijven en met name onderwijsgebonden ondernemingen naar Woerden hebben kunnen halen. Ja. En daar als centraal punt dan ook nog de hal hebben gerealiseerd. Als lokale ontmoetingplek voor ondernemend Woerden. Heb je leuke reacties gehad? Ja, dat vond ik echt wel opvallend hoe het leeft in Woerden. Met name toen de borden er stonden. En dat gaf wel een hoop reacties. Ik zit natuurlijk samen met Brigitte bij de Rotary, dus we hebben nu een weddenschap wie het grootste feest gaat geven. En dan daarop gaat gestemd worden. Dus, Nou goed, Frank, dank je wel. Van het kantoor van Frank naar het Integniumgebouw is slechts een paar minuten lopen. Uitgever Jorn Jammaat snuffelt daar even rond en zoekt de samenwerkingspartner van Frank, Frans van Hal, op. Goedemorgen Frans, vandaag de keuringsdienst van Paros bij jou op bezoek. Mijn eerste vraag Frans, waarom vind jij dat Frank van der Heijden de Gouden Parel dit jaar verdient? Frank is een aparte ondernemer, 2.0 of misschien zelfs al 3.0. Frank is iemand die niks in hokjes stopt, dus dat programma de VPRO van de Hokjesman. Ja. Dat is misschien een mooie vergelijking, dat doet Frank absoluut niet. En Frank kijkt juist heel erg out of the box naar ideeën en naar zijn naar je eigen vastgoed, maar ook alles daaromheen. Dus ook op maatschappelijk en sociaal vlak, alle lagen pakt hij eigenlijk beet in zo'n project. Ja, dat is super mooi om te zien. Dus het is echt iemand met een lange termijnvisie. En dat is voor mij als startend ondernemer, maar ook voor alle andere partijen die betrokken zijn, uiteindelijk heel erg belangrijk. En ook een stuk meerwaarde, zeker in een gemeente als Woerden. Voor langere termijn dit terrein, maar ook de hele gemeente en alle partijen op sociaal vlak erbij betrekken. Dat is gewoon iets wat denk ik uniek is en wat de nieuwe ondernemer van deze tijd zeker in zich moet hebben. En dat heeft hij. Jij en Frank hebben hier iets moois neergezet met elkaar. Maar ik zou het natuurlijk nog wel leuk vinden om een rondje door de zaak te krijgen. En ik zou graag even een rondje met je willen lopen. Loop mee, een rondje van de zaak voor jou. En na een grondige inspectie scoort deze genomineerde zeer hoge ogen na de keuring van Jorn.